Goedemorgen allemaal en iedereen. Stomme. Ja, wat leuk hè, beste vrienden. Yeah. Yeah. Yeah, stomme. Onze finishvlag, beste vrienden. Ja, stomme. Berlijn. Matteo van Hoek. Gegroet iedereen, wij staan hier in de bus al. Wat is het nu? Wij staan hier te wachten op de tram, feitelijk. Omdat Choppies in Tegant is ondertussen middag. Vandaag is een beetje een andere regeling dan normaal. Ik heb jammer genoeg het voetbaltoernooi gemist. Dat had nog wel grappig geweest, want als het zo was gelijk voetbalmatrak gelijk vorig jaar, dan had het wel lachen geweest. Maar mannetjes. De nieuwe mensen weten niet hoe plezant dat was. Hè. Voetbalmatrak, dat was lachen hier. Dat was ongelooflijk, werkelijk ongelooflijk. Dat was het niet waarschijnlijk, maar toch heel jammer dat ik dat gemist heb. We hadden misschien wel een paar grappige momenten in kunnen gezeten, hebben niet waar. Dus nu gaan we naar het shoppingcenter en ja, daar gaan we even zitten eten, want dat moet ook gebeuren. Dat is een keer noodzakelijk als je een mens bent. Ja, en daarna is terug les. Oh my god. Ja. Wat is... Werkelijk ongelooflijk. Er wordt hier geswakkeboxd. En als er geswakkeboxd wordt, dan wordt er geswakkeboxd. Alweer, ik heb erop gezien. Sorry, maar... Ah, ja, maar mijn onkels en mijn neven... Ja, onkels? Mijn onkels, ja. Van Afrika, hè. Allee, zo'n beetje zo, hè. Hier en daar. En wat we altijd deden, dan zetten wij muziek aan. En dan moeten we een dans... Dat is toch nog moeilijker, hè. Dan moeten we een dansje doen. En dan moeten ze op een bepaald moment dat de beat verandert, dan moeten ze neer doen. En dat is zo moeilijk, hè. Pas op, dat is moeilijk. Ik verlies altijd. Dat is niet simpel, beste vrienden. Dat is niet simpel. Oh! Geswakkeboxd. Er wordt enorm veel geswakkeboxd vandaag. En als er geswakkeboxd wordt, dan wordt er geswakkeboxd. Ik moet het mijn doppen zien, want ik sta hier op de middenspeelplaats. Maar dat kan wel eens lelijk uitdraaien als de leerkrachten mij zien. Want het is werkelijk verboden. Maar we weten allemaal. Ik doe niemand film die er niet op wilt. Ik film ook niemand tegen zijn goesting. Als ik dat doe, dan blur ik die er terug uit. Dan moet je dat gewoon even komen zeggen. Geen probleem. Ik ga er trouwens nog een uitleg over doen, een van de dagen, maar dat zal nog niet direct zijn, want het is busy momenteel. Dus, zeg, ja, wat zijn we aan het doen? Ah, dat is een André, zeg, hoe is het ermee? Cool, allee, het is oké. Het is oké? Ja. Ah, het is oké, dan is het keer ook niet waar. Inderdaad. Ja, dat kan ons ook moeten leren. Maar je staat ook. Ik moet ook zo ooit lang, hè? Ja, dat zeker, dat kun je wel stellen, man. Lang jij denk ik niet. Ik weet een goed beroep voor u, dat is lintmeter, dat zou het kunnen zijn. Wanneer denk ik ook? Wat is dat? Lintmeter. Lintmeter. Ja, nee, ik begrijp hem. Het is een grappige grap. Dus. Dat klopt. Dat is de moeilijkheid van deze maatschappij, dat de mensen hersen nodig hebben. En met een dag rotten er meer en meer weg. Ik voel dat, hè. Echt, s'morgens vroeg, ik voel dat, hè. Ik denk, potverdikke, zeg, dat is weer al over de datum. Ja. Tegen dat je 80 zes schiet er niks meer van over. Inderdaad. Wat er daar allemaal gebeurt. Oh, niet vallen, hè, jongen. Nee, dat is niet de bedoeling. Goed, echt waar. Ja, dat is waar. Het is bijna examens. Ja, ik ben zo. Ja, we gaan sterven een beetje. Het komt in orde misschien. Misschien, hè. Maar we zijn daar dus niet zeker van. Ze noemen mij de Jules Cabas. Ik hou van heel veel schuim op het glas. Daarom zeg ik santé, pak er nog eentje mee, als morgen goed niet was. Ik zit met iedereen te klinken, want een lekker pintje drinken is de grootste kwaliteit van Jules Cabas. Ze noemen mij de Jules Cabas, omdat ik ga werken met een bazas. Maar ieder zijn fatsoen, wat zou ik moeten doen als ik minister was? Lap, hier zit het ook al vol. Support jij dan? Ik support rechten voor iedereen. Dat support ik niet. Ze moeten het station niet bespotten met dat soort dingen. Ja, wat dan wel? Nazi-vlaggen. Nee, rechten voor iedereen, maar niet zo van je belachelijke commerciële rommel. Hé? Wat doe jij hier? Thank you.
in the place when they sell very good smatterboom. It's here. Okay, so perfect. We are going to drink an amazing coffee with Luca and my race buddy. Great, great, amazing, formidabel. Vlees in plastic pakjes. Ja, als gemarineerde eieren. Ja, mannen. Allemaal vreemd, hè. Die Japanners, potverdomme. Of wat is het? Is dat Chinees of Japans? Nee, ik denk het. Dat zijn toch speciaal mensen, hè. Zeer indrukwekkend. Heel flashy en hoepel de vloepel. En echt, ja, allee, ja, we moeten dat nou zeggen, dat is allemaal zo vriendelijk. Hè? Bij ons is dat nogal bloed. Niet dat ik daar iets tegen heb, maar hier is dat toch allemaal zo... Ja, al goed, hè. Nou, ja, hier, dat zijn toch noedels, hè. Ja, dat is precies plastic. Er zijn dan stripjes om iets vast te zetten, of zo, dat is dat om te eten. Dat weet ik nou niet, hè. Dat is allemaal heel vreemd. God, wat de... Blikvoer hebben ze ook al. Ja, mannen. Dat is dus eigenlijk al wat dat wij hebben, maar dan met een paar andere letters erop, hè. Nee, dat is niet waar, mannen. Je moet dat niet serieus nemen. Allemaal heel cool, allemaal weer... Ah, hier weer. Hier zijn er, hè. Noedels. En ondertussen verschillende soorten. Hier. Godverdomme. Die hebben meer noedels dan dat wij spaghetti hebben. Oei. Maar ik denk dat het hem gaat doen vanavond, denk ik. Goed. Dat is toch Japans? Deze is, dat zijn bananen uit Japan, jong. Kijk, die hebben meer hoeken. Ja, dat is zo, dat is. En zo hoekiger. Dat zijn hoekigere bananen. Ik ben ervan overtuigd dat die bananen... Allee, mannen, hebben die bananen een andere vorm dan die bij ons? Dat is toch... Nee, jongen, die zijn toch verlengd? Ja, wel, jongen, dat is waar ze die huizen van maken en zo. Mango's in azijn en perzik in azijn. Ik heb het nog nooit gezien. Zeer vreemd, maar wel interessant natuurlijk. Hè. Zo'n dingen kom je natuurlijk niet elke dag tegen. Binnenkort gaan ze nog bananen in azijn steken ook, of appelen, wie weet. Hoe lekker is dat, joh. Groet iedereen! Ik ga nu mijn fiets halen in de bosjes. Ja, dan kan niemand hem pikken, hè. Dat is goed verborgen. Ja, vandaag was het een interessante dag, vooral het laatste deel van de dag. Ik zat wat rondgangen in de Chinese winkel, wat geet. Ik heb dat allemaal gezien, lieve. I fixed dinner for tonight. Oei. I fixed dinner for tonight. I bought like noodles, but like so much noodles. Because my brother is gone. And he's I dood. Don't risk your friendship because of your relationship. Because you never know how long your relationship gonna be. Because you own to each other something. And it's not forever, but your friendship may last longer than relationship. And especially relationship from tegenwoordig, like... 2 minuten. 2 weeks and it's 2 weken en dan like, is de fun eraf en dan is het... Oh ja, mannetjes. Nog een shout-out naar de kat van een goede beste vriend.
De Tsjetsjenia. Tsjetsjenia, alles goed met u? Ik hoop het van ergens. En ja, voilà, ik hoop het van harte dat het goed gaat met u. Blijf nog even leven, dat zou goed zijn voor de wereld. Ja, voilà. Tot dus.